Ik wil het graag met jullie hebben over elektrolyten. Heden ten dagen zijn er veel verschillende middelen op de markt om paarden een hart onder de riem te steken, om de prestaties van paarden te verbeteren. En een speciaal plekje daarin verdienen de elektrolyten. En eigenlijk is er toch nog een beetje onzekerheid over. Wat zijn elektrolyten precies? Wat doen ze? En heeft het zin? Heeft het nut voor mijn paard om mijn paard elektrolyten te geven? Om die vraag te kunnen beantwoorden zal ik me eerst eens even voorstellen. Ik ben Liana en ik ben nu ruim 2 jaar afgestudeerd dierenarts. En na afstuderen wilde ik graag eerst eens echt met mijn voeten in de klei veel ervaring opdoen en een stukje van de wereld zien. Ik ben na afstuderen heb ik een baan aangeboden gekregen in Australië en dat nam ik met 2 handen aan. Het was een mooie kans voor mij om veel ervaring op te doen met rempaarden. En veel echt in die Australische outback, in the middle of nowhere, met een probleem te staan en dat op te moeten lossen. Nou ja, wat zijn dan precies die elektrolyten? Elektrolyten zijn zouten en mineralen en dat is eigenlijk een verzamelnaam. En een elektrolyte, in het woord zit ook al een beetje de lading ervan, het is een beetje elektrisch. Elk zout, elk mineraal heeft zijn eigen lading, zijn eigen positieve en negatieve. Nou, dat daar gelaten, maar wat gebeurt er nou op het moment dat een paard gaat bewegen? Als een paard rustig in de wei staat, zullen deze in balans zijn, maar op het moment dat een paard gaat bewegen, veranderen de dingen in het lijf van het paard. Om dat een beetje een goed antwoord hierop te kunnen geven, wil ik jullie terugnemen naar het begin. En het begin is eigenlijk van, wat gebeurt er nou bij inspanning? Allereerst gaat zo'n paard heel veel warmte produceren om energie vrij te kunnen maken uit alle reserves. En zo'n paard, hun lijf, moet er energie vrijgemaakt worden en komt er heel veel hitte vrij. Vergeleken bij mensen hebben paarden veel meer spiermassa. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar een marathonloper, is ongeveer 20% van het lichaamsgewicht is spiermassa ongeveer. Bij een paard wat een beetje getraind is, is dat al 40% van het lichaamsgewicht is spiermassa. Dus er komt bij een paard op het moment dat hij wat gaat doen, wat arbeid gaat verrichten, komt er veel meer hitte vrij. En zo'n paard wordt echt warm. Nou ja, Wanneer wordt dit een probleem? Is dit al een probleem als een paard een 10 kilo of een 10 liter zweet verliest? Wanneer wordt dat, merkt dan zo'n paard er iets van? We hebben over de wereld afgesproken met elkaar dat wij spreken van een uitgedroogd paard wanneer zo'n paard meer dan 5% van het lichaamsvocht verliest. Dus dat zou 15 liter zijn voor een 450 kilo paard. Dus voor ongeveer een draver, een rempaard. Wanneer die 15 liter verliest, spreken we van uitdroging. Dus als we nu weer terugkijken naar de vorige tabel, zien we dat zo'n draver aan het eind van de koers toch wel tegen die uitdroging aanzit. Of eigenlijk uitgedroogd is. Als zo'n jachtpaard, die is wel ietsjes groter, dus dan gaan we vaak naar de 600 kilo. Maar die komen allemaal in dat gebied dat ze bij die uitdroging aankomen. Nou ja, wat gebeurt er als zo'n paard uitdroogt? Dus de uitdroging wederom is verlies van meer dan 5% van het lichaamsgewicht. Maar als zo'n paard uitdroogt, zal er minder circulerend volume door het bloed gaan. Het vocht uit die cellen, die zal niet 1, 2, 3 naar buiten kunnen gaan. Wel het vocht daarbuiten, uit de lymfe en dergelijke. Maar het zal voornamelijk zijn dat het bloed daar wat van merkt. Dus er komt minder doorbloeding. Wat je dan ziet is dat de spieren minder doorbloed worden, maar ook dat de huid minder doorbloed wordt. En dat dus vervolgens het paard ook minder zal gaan zweten en dat er dus minder afkoeling plaatsvindt. Dus wat we zien is dat het paard die hitte die hij produceert, die hij moet produceren om energie kwijt te kunnen, kan die minder goed kwijt, minder zweten, minder afkoeling. Maar ook dat die spieren minder goed kunnen functioneren. Want als die spieren niet goed doorbloed worden, krijgen ze niet de juiste voedingsstoffen en kunnen de afvalstoffen ook niet goed afgevoerd worden. Dus het hele functioneren van zo'n paard zal achteruit komen. Dus wat zien we er verder nou vanuit de buitenkant? We zien dat zo'n paard minder gaat presteren, want die spieren die kunnen minder goed functioneren. Als we verder gaan, zien we ook dat het paard minder snel herstelt. Dus er zijn
als een paard een zware dag heeft gehad, zeggen veel mensen, oh ja, mijn paard heeft gisteren ook hard getraind, dus vandaag is hij een beetje stijf. Maar dat een van de oorzaken ligt hem dus in het feit dat zo'n paard wat tekort is gekomen tegen het einde van de training. En die heeft dus minder zijn spieren kunnen doorbloeden en op die manier kan hij dus ook meer, heeft hij meer afvalstoffen opgebouwd en is dat herstel minder goed. Stel dat paard droogt nog verder uit, dus komt nog verder in de problemen, dan zien wij ook andere dingen. Zo zien we spiertrillingen, spierstijfheid en soms zelfs die hik die dat paard ook in Australië had gehad. Die spiertrillingen zijn soms al waarneembaar na een cross of na een endurance wedstrijd, als we die paarden stilzetten. En dan zie je overal op het lijf zie je eigenlijk kleine stukjes van kleine spiertjes die zo samen trillen. En dat zegt vaak van, oh, dat paard is vermoeid, de spieren zijn vermoeid. Maar dat is eigenlijk ook al een gebrek aan calcium met name. Dan is een hele logische vraag, als mijn paard uitgedroogd is, waarom drinkt hij dan niet direct naar de cross? Of drinkt hij dan niet direct naar de endurance rit als ik hem een emmer water voorzet? Als mijn paard uitgedroogd zou zijn, zou hij die emmer wel opdrinken? Nou, om die vraag te beantwoorden gaan we weer even terug naar het zweten van het paard. Wanneer een paard zweet, verliest hij niet alleen water. Het paard verliest ook elektrolyten, verliest ook zouten en mineralen. Een paard is, zoals wij zeggen, die verliest isotoon dan wel hypertoon vocht tijdens het zweten. Een mens bijvoorbeeld verliest meer water dan elektrolyten tijdens het zweten. Bij een paard is dat juist eigenlijk andersom. Die verliest veel meer zouten en mineralen tijdens het zweten en daarmee ook het water. En het paard is daar vrij uniek in. Misschien niet heel handig gebouwd ooit door moeder natuur, maar het paard is daar een van de enigen die dat zo duidelijk allerlei elektrolyten, zouten, mineralen verliest tijdens het zweten. Ja, en wanneer geven we dan dat water? Natuurlijk is na het concours, na de arbeid, is een mooi moment. Maar ook daarvoor, als wij daarvoor al die paarden kunnen laten drinken, als zij van tevoren al voldoende water in hun lijf hebben, is dat heel gunstig. Echter, als wij tekort op de arbeid gaan zitten, levert dat alleen maar een volle buik op. En dat kunnen we van onszelf ook voorstellen. Zo'n net een halve liter drinken voordat we gaan rennen is gewoon een vervelend gevoel. Dus bij paarden hebben ze uitgevonden dat ongeveer 45 minuten voor het werk, dat het meest ideale moment is om die paarden te laten drinken. Dat ze er dus wel de voordelen van hebben dat ze echt voldoende vloeistof hebben, maar dat het nog wel genoeg tijd heeft om weg te zakken. Dus ongeveer 45 minuten tot anderhalf uur voor de arbeid is de beste timing. Oké, en dan tot slot de conclusie. Wanneer hebben elektrolyten zin? Bij paarden die een uur of langer matige tot zware arbeid verrichten, zijn gebaat met elektrolytengift. Dus paarden die een uur lang een flinke of een dressuurtraining hebben, of toch een lange buitenrit van 2 uur door de bossen gaan maken. En dit geldt nog des te meer tijdens warmere dagen. Dus wanneer die paarden buiten hun comfortzone komen, dus buiten die 15 graden, wanneer er dus zo'n paard extra moet werken eigenlijk, wanneer die het lijf extra druk heeft. En wanneer het vochtige dagen zijn, want dan is het voor het paard al lastiger om die warmte kwijt te kunnen. Dus zo'n paard gaat meer zweten dan. En wanneer die paarden ook op transport gaan, want ook al staan die paarden nog zo rustig, zijn ze nog zo comfortabel op de trailer of de vrachtwagen, het is toch vaak moeilijk om dat klimaat goed te controleren. Dus soms is het toch net wat warm, wat koud. Het levert toch wat stress op voor die paarden, hoe normaal zij het ook vinden. Maar toch, zo'n lijf is toch anders dan op een vaste bodem in de stal of in de weide te staan. Dat staat toch te wiebelen. Ze staan toch continu zich de balans te vinden. En dat is toch een inspanning van paarden die meegenomen worden. Dus op een zomerse zondagmiddag, wanneer er 's middags ook maar, al is het maar een dressuurproefje wordt gereden, maar de paard gaat toch even een half uurtje op de wagen, die moet zich daar losrijden, die moet het proefje rijden, moet een half uur weer terug, dan zitten we al aan deze criteria.